Hi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag maken we de Lancers of the V-Box open van de Celebration Collection. We hebben in totaal 6 packs waar we in deze video gaan openmaken. We hebben 4 Celebration packs en we hebben nog 2 bonus packs. Ja, en wat hebben we aan de rechterkant? Lancers of the V-Promo kaarten. We hebben er 1 gewoon normaal en 1 normaal. Oké, dan gaan we even naar de achterkant van de doos. Op de achterkant van de doos staat altijd beschreven wat dit toe gaat voegen aan jouw trading card game. En wat er natuurlijk in deze doos aanwezig is. Dus lees het even rustig door als je dat wil. Dan gaan we even beginnen met het openmaken van de doos. En dan mag Jenty doen. Yes. Oké, we hebben achter in de doos informatiepagina's zitten over wat de Celebration Booster Packs eigenlijk doen. De Celebration Booster Packs neem je eigenlijk terug naar zo'n beetje 20 jaar geleden. In die periode hadden ze natuurlijk mooie Pokémon kaarten zoals Charizard of een Rocket Zapdos, noem maar op. En die Pokémon kaarten die hebben ze eigenlijk geïntroduceerd opnieuw in de Celebration Booster Packs. Dus ik ben echt benieuwd of we daar een mooie kaart van kunnen pakken. Dat zou echt super tof zijn. Als eerste hebben we deze hele mooie promo kaart van Lance Charizard V. En als tweede hebben we deze hele mooie jumbo kaart van Lance Charizard V. Wel een hele vette kaart. Ja, zeg maar daarvan. We hebben 6 booster packs. We hebben 1 keer Battle Styles, 1 keer Darkness Ablaze en we hebben 4 keer de Celebration booster packs. Dat betekent dat we in totaal 6 booster packs hebben, waarvan Jenty 2 keer Celebration booster pack gaat openmaken en de Darkness Ablaze of de Battle Styles, dat mag ze zelf kiezen. Laten we daarmee beginnen. Tot zo. Oké, we hebben in totaal 6 booster packs, 4 keer Celebrations, 1 keer Battle Styles en 1 keer Darkness Ablaze. Jenty mag 2 Celebration Packs uitzoeken en 1 van de 2 bonus packs. Begin dan maar mee. Dan open ik namelijk de... Dat zijn dit de resterende packs, die ga ik openmaken. Jenty, jij mag beginnen. Laten we beginnen met de bonus packs, zodat we de Celebrations als laatste hebben. Leaf Energy. Escape Rope. Grumpig. Luxio. Mifu. Jumper. Ja, die ken ik ook niet, ja. Glammeow, Corphish, Scatterbug, Reverse Holo Luxray. Wow, dat is wel een vette kaart eigenlijk. En wat hebben we erachter? Stone Junior. Oké. Maar jammer. Deze is wel een vet eigenlijk. Ja, de Reverse Holo is zeker vet. We beginnen met een kleine Amy. Fire Energy, oh yeah, let's go. Relicant. Oeh, Heat Energy, ik weet niet, dat is misschien wel cool uit. Snubbull, Mareep, Pinsir, ofzo, Deino. Ken ik allemaal niet, hè? Carnifine ook niet. Darkrai, Darkrai Holo. Oh, Sister Phoenix. Ja, let's go, dat zijn de packs wat we graag willen zien. Oh, hupsakee. Dat is een heel vet kaart. Dat zijn 2 pools in 1 pakje. Wauw. Oké, en dan gaan we nu verder met de Celebration Packs. Maar we hebben 1 verrassing wat Jenty niet weet. Alle Celebration Packs zijn voor Jenty. Dus elke kaart wat getrokken wordt, is voor Jenty. Veel plezier ermee. Ik hoop dat je een Charizard pakt. Dat heb je niet gezegd. Nee, nou wel. Dit zijn allemaal mooie kaarten, let op. Yes. Professor's Research. Lugia. Groudon. En een Kledel Holo, super vet. Dat zijn de eerste kaarten. Dan komen we bij Booster Pack 2 voor Jenty. Gaan we die Charizard pakken, dat zou zo super vet zijn. Oh, lekker, dat is een Full Art Pikachu. Lekker dan. Dat is de Black Star promo wat je hieronder kan zien. Super leuke kaart. Dan hebben we Zekrom. Dan hebben we Cosmog. En dan hebben we... Oh, dat is een super vette kaart. Yo, de Mew EX. Kijk dan. Yo, wat een super coole kaart is dit. Hè? Kijk, die borders ook helemaal glimmen. Zelfs de centrering, alles is volgens mij super goed op deze kaart. Wat ik zo kan zien. Achterop ook super netjes. Vet. Die gaan we even sleeven.
De Flying Pikachu V. Ja, vet, vet. Wat hebben we nog meer? De Reshiram. Lugia. En de Cosmoon. Oh, maar die vet. Pikachu is vet. Ja, die Pikachu is ook vet. Ja, zo. Super cool. Elke Celebration kaart die we hebben gepakt is voor Yenti. Dus dat betekent ook dat Yenti dus deze Surfing Pikachu V-Max te pakken heeft. Super cool. Ik dacht dat dit de laatste kaart zou zijn, maar blijkbaar dus niet. Heel vet, heel vet. Dan hebben we de Groudon. Dan hebben we de Xerneas. Die is van X en Y. Dat is eigenlijk... Kita, zit helemaal een streep op, zie je dat? Hier in het midden. Ja. Oh. Dat is zo in de kaart. Dat is wel jammer. De Xerneas natuurlijk, dat is eigenlijk de reden waarom ik weer Pokémon games ben gaan spelen, dat was de X en de E-serie. En wat hebben we erachter zitten? De allerlaatste kaart voor vandaag. Poeh, de Kyogre. Ook een hele vette kaart. Oh, die is wel vet. Ja, zeker. Die zijn allemaal voor Yenti, dus Yenti, gefeliciteerd. Gefeliciteerd met deze mooie kaart. Super tof. Ga weer sleeven. Kijk eens aan, alsjeblieft. Dit waren alle pools die we hadden gekregen uit de box. Scissor V-Max, Mew EX, Pikachu, Darkrai, Kleido, Surfing Pikachu, Flying Pikachu en natuurlijk de Lance Charger V-promo kaart. Hey, super bedankt voor het kijken. Zorg even voor dat je abonneert op ons kanaal en druk ook even op de duimpje omhoog. Want we zijn namelijk enorm druk met het maken van Pokémon video's en dat helpt ons enorm als je even een like achterlaat. Super bedankt en tot de volgende keer maar weer. Doeg! Doeg!